De samenleving hoeft niet te vrezen dat met wijzigingen in de BTW-wet het leven moeilijker zal maken. Minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning ziet geen reden tot ongerustheid bij de behandeling van de nadere wijziging van de wet belasting over toegevoegde waarde BTW. De bewindsman benadrukt dat de regering met de huidige wijzigingsvoorstellen wil herstellen wat vorig jaar augustus is goedgekeurd. Deze wetswijziging willen zien. Wat ik al zei, deze wetswijziging gaat eigenlijk terug naar augustus 2022. We herstellen wat we in december hebben gewijzigd en we gaan terug naar augustus 2022. En dan is er in feite is er niks aan de hand. We hebben misschien wel wat verbeterpunten ingebracht, maar dan hebben we die basis van 60% hebben we. En we halen wat ingewikkeldheden uit die wet. Ragubashing zei verder dat er grote zorgen waren over de prijseffecten die de introductie van de BTW met zich zou meebrengen. Hij benadrukt wederom dat BTW slechts in de plaats is gekomen van omzetbelasting. Waar de omzetbelasting 12% bedroeg, is dat bij de BTW 10%. BTW zou immers zuiverder zijn. Volgens de minister heeft de introductie van 10% BTW een inflatie van 1,1% teweeggebracht. Er is meer inflatie geweest in het land, maar die inflatie is gekomen van het verwijderen van de subsidie op brandstoffen, het verwijderen van subsidies bij de EBS, importinflatie, het toekennen van sociale uitkeringen. Die inflatie die dit jaar, wij schatten die 40% gaat worden, die is niet gekomen van de BTW. De bijdrage van de BTW tot die inflatie is 1,1%. De bewindsman benadrukt dat Suriname nog niet is waar ze zijn voor wat betreft de economie, maar dat de vooruitzichten goed zijn. De koers toont een lichte daling en ook de brandstofprijzen tonen wereldwijd een dalende trend. Dat zal de economie ook ietwat helpen.